Het CDA wil in Lelystad meer ruimte voor, en nu komt er een afkorting, CPO's, collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat zijn mensen die plannen hebben om samen met anderen een huis of huizen te bouwen. Samen met gemeentebelangen Lelystad dient het CDA vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel in om de komende jaren aan 5 van die CPO's de ruimte te geven. Jelle Heimissen die is bij ons in de studio. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, waarom dit voorstel? Nou, er zijn in ieder geval minimaal 5. Dat is onze insteek voor de komende jaren. En wij doen het voorstel omdat we allereerst die CPO's, die afkorting. Ik denk dat het heel belangrijk is als mensen gewoon voor hun eigen omgeving zeggen, hey, daar wil ik verantwoordelijkheid voor nemen. Ik denk dat het heel goed is. Dat zorgt ook voor verantwoordelijkheid en binding voor je eigen gebied. Ja. In Lelystad komt dat gewoon moeilijk van de grond. Daar horen we toch wel zorgelijke geluiden voor. Mm-hmm. En ja, wij vinden het belangrijk dat dat wel gebeurt. En daarom doen we dat voorstel. Ja, hoe kan het dan dat het maar niet wil? Dat het wat lastig is? Ja, dat is een goede vraag. We zijn nu bezig met een soort, dat heet woonvisie. Het maken we plannen voor wat we willen in Lelystad. Nou, in de oude woonvisie stond dit. We waren er eigenlijk heel enthousiast over. Maar het komt dus moeilijk van de grond. Verleden jaar was een beetje het verhaal van, we hadden een soort groslijst met bouwers met wie we wilden bouwen. En daar stonden ze bewijs van niet op. Maar die hebben we verleden jaar opgeheven. Daarna was het verhaal, maar we hebben geen gebieden om te bouwen. Nou, we hebben rond de zomer ook allemaal locaties voor woningbouw aangewezen. Dus wij denken, dat moet dan nu toch wel kunnen. Ja, ik heb mensen gesproken die zeiden van, ze doen wel enthousiast op het stadhuis, maar op een gegeven moment kom ik tegen een soort van onzichtbare muur. Ja. Hoort u dat ook in de stad? Ja, dat horen wij ook in de stad. Ook van die partijen. Dus 3 weken geleden of 4 weken geleden. Mensen die popelen, we willen bouwen. Ja. Hebben al ruimtes in gedachten, projecten, architecten, noem maar op. En dan loopt het mis op het stadhuis. Ja. Dus wat is dat nou? Ja, dat vinden wij ook lastig dan. Hè? Zeker ook voor dit soort partijen. Dus daarom doen we ook het voorstel. Ja. 4 weken geleden hadden ook die partijen ook ingesproken. Hè, van, doe hier wat mee. 2 weken geleden hadden we ook weer discussie erover. Ja. Toen hoorden we ook weer bezwaren. Maar die grondprijs, die scheen dan een bezwaar te zijn. Nou, maar ik lees dus in de woonvisie dat we ook maatwerk willen toepassen. Of kunnen toepassen op de grondprijs. Ik denk, dat mag je als wethouder ook wel iets ruimhartiger dan in zijn. Hè? Of in ieder geval meer op zoek gaan naar oplossingen. Ja, maar dus hoe dan? Want hoe kun je deze mensen nou concreet helpen? Ja, concreet kan helpen is dat je zegt van, we geven in ieder geval ook plekken vrij in de stad. Hè, grondgebieden vrij, waar we dit willen doen. Die specifiek voor die mensen zijn die plannen hebben? Ja, zeker. Okay. Ja. En nou zei u minimaal 5, zit er ook een maximum aan? Ik heb geen maximum opgenomen. Nee. Okay. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is, omdat het zo lastig gaat, dat we het in ieder geval maar een keer wel doen, of wel weer doen, want we hebben het al in Lelystad eerder gedaan. En dan hebben we denk ik al een goede stap vooruit gezet. Ja, dat het signaal gegeven is, dus dan gaan misschien wel meer mensen denken van, het wordt wat makkelijker gemaakt, dus dan sta ik ook op en dan ga ik het ook doen. Nou, misschien wel. Ja, mooi. U vindt het mooi. Stel nu vanavond een college belooft beterschap en we gaan de ambtelijke dienst aansporen om die mensen goed te helpen op het stadhuis. Houdt u dan een beetje in de gaten of het wel echt zo gebeurt? Want dan mooie woorden heb je natuurlijk niet genoeg. Nee, dat is een goede vraag. Daarom hebben we ook in ieder geval opgenomen van, we willen in ieder geval ook wel halverwege zien, over na 2 jaar, van hoe staan we ervoor en hoe loopt het? Want we willen gewoon vinger aan de pols houden. Ja, het is allemaal in het kader van de woonvisie die vanavond op de agenda staat. Daarin zat ook een lijstje met 14, 15 plekken in de stad. Daar kunnen we bouwen. Ja. En natuurlijk de bekende gebieden, Warande, zit daarbij. Maar ook plekjes en dingetjes waarvan de raad zei, nee, die schrappen we weer, dan moet het niet. En heeft u weer van gezegd, ze moeten terug. Hoe staat het daarmee? Nee, klopt. We hebben dus net voor de zomer discussie gehad over 14 gebieden ongeveer. Mm-hmm. En 4 gebieden ervan hadden we inderdaad weggestreept. Dat is 1 pakket. En 1 gebied zeg ik weer van, dat is Flevo Marina van. En die wil ik weer terugzetten op de lijst waar we wel willen kijken. Niet om te bouwen, maar verkennen of we daar woningbouw mogelijk willen maken. En die zet ik terug omdat we eerder als raad hadden gezegd daar is wonen in een natuurlijke omgeving mogelijk. Dus we hebben een soort dubbel besluit genomen. Mm-hmm. Dus daarom zeg ik, breng hem toch weer in stelling. Als optie. Als optie om te verkennen voor woningbouw. Want die vraag naar woningen is groot. En dan moet je de mogelijkheden gewoon willen verkennen. Juist, dus dan moet je zoveel mogelijk opties inbouwen. Dat het ook daar, want het is natuurlijk wel een mooi plekje. Het is een mooi plekje en zeker ook goed voor toerisme, denk ik. Dicht bij de haven, dus ik denk dat het ook weer een boost kan geven aan dat gebied. Dus dat is alleen maar goed voor Lelystad. Goed, dank voor het verhaal. Ja.